voeren. Dus ik zou eigenlijk aan de heer Baudet willen vragen om de volgende keer wel deel te nemen aan het fractievoorzittersoverleg. En dan hoor ik graag het lijstje onderwerpen dat de heer Baudet wil bespreken. En dan gaan we dat organiseren met elkaar. Ja. Welk fractievoorzittersoverleg was ik niet bij? Nee, de heer... Gisteren was ik er wel, hè? Ja. Alleen... Maar Jette had natuurlijk bijna weer een punt gemaakt dat Baudet er niet was. Oh, jammer. Gemist. Probeer het volgende week nog een keer. Voorzitter, excuses. Ik heb de heer Baudet niet gehoord in het fractievoorzittersoverleg gisteren, maar daar heeft hij gelukkig wel mee kunnen luisteren. Maar dan nogmaals mijn vraag. Ik heb schriftelijk, mijn microfoon was stuk, heb ik met mevrouw Ariep besproken. Ik heb schriftelijk mijn input gegeven in het fractie. Ik vind het allemaal best hoor. Nee, maar hou op met het goedkope vliegen afvangen. U was er niet. Die truc is nu 100 keer toegepast, 100 keer niet leuk. Ja. De eerste keer was hij leuk. Ik ga jullie allebei... meneer Jetten, want we hebben een goed debat gehad en het ging ook waardig. Ik neem even mijn opmerking terug van zojuist. Want dan was de heer Baudet er wel bij, ook dat niet moet zeggen. Maar... Hoor en lees, dan heb ik wel steun. En dat is precies, voorzitter, waar het probleem zit. Hier in deze Kamer moeten we dat soort dingen aanpakken. En dat durven een aantal partijen niet, met name de VVD. Meneer Özturk, u heeft geen steun. Baudet, u heeft de meeste interrupties... niet de beste. Dat moeten anderen zeggen, zeg ik altijd. Maar... Je moet afgaan op het beste weten van de experts. Die zijn wereldwijd... Ja, mevrouw de voorzitter, er zit hier iemand dwars doorheen te praten. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Ik zou zeggen, gaat u verder. De beste wetenschappers wereldwijd zijn bijeengebracht... Dan wil ik het hierbij laten. Nee, geen discussie, mevrouw Agema. Maar ik vroeg of hij het had ingezien. Pardon. Ja. Ik heb ter voorbereiding op de afspraak die ik vanmiddag met de heer Bos heb... heb ik een concept van het rapport ingezien. Ja. Dat is niet het definitieve rapport. Oké, dank u wel. Ja, voorzitter, en om deze toestand... Wat ons wordt achtergehouden, informatie die ons wordt achtergehouden, die de minister wel al heeft ingezien, kunnen wij hier nog voor de Forum ons debat gaan voeren, voorzitter, over zo'n belangrijk onderwerp als de enorm toenemende wachtlijst voor de verpleeghuizen. Het is een schande. Niemand hier zou moeten accepteren dat de minister een rapport wel al heeft ingezien, wat wij nog niet hebben ingezien en dat wij nu op achterstand dit debat moeten voeren. Wij gaan Kamervragen stellen met de vraag welke toezeggingen dat dan zijn, op welke punten u van mening bent veranderd en op grond van welke argumenten. En we zijn zeer benieuwd naar het antwoord. Meneer, mevrouw de voorzitter, misschien kunnen we even de camera's uitzetten. Dat is een pijnlijk moment, maar ik wil het toch even doen. Dus we houden even rechtstreeks tussen ons. Verzoek de camera's aan te laten. Nee. Nou ja, ik denk dat de heer Baudet het op prijs stelt dat het volgende deel van mijn beantwoording niet wordt uitgezonden. En dan houd het even helemaal tussen ons tweeën. Als u hier vaker zou zijn, zou u het ook weten. Als... De regering zegt bij een motie Oordeelkamer, dan is de regering het eigenlijk met de inhoud van die motie eens. Dan gaan we verder kijken hoe de stemmingen zijn. Maar dan is dat eigenlijk al wat ons betreft, als die motie wordt aangenomen, onderdeel van ons beleid. Dan zijn we het eens. Snap je? Dus volgens mij er niet verder over praten. Gewoon niet verder over praten. Pijnlijk moment. Ik ga gauw door, want ik had nog een slotwoord. Tot slot. Ik vind dit geen pijnlijk moment voor Forum voor Democratie of voor mij. Ik vind het wel een pijnlijk en veelzeggend moment voor de minister-president. In de eerste plaats vanwege het misplaatste dédain waarmee hij spreekt over de ingesleten normen blijkbaar die hij hier ziet. Nee, voorzitter, omdat niet alles wat erin staat geheel conform onze lijn is. Maar die hoofdlijn die ik u net schetste, daar zijn we het over eens. Voorzitter, ik heb 1 keer geïnterrumpeerd. Ik vind dat ik hier nog een keer wat mag vragen. Nee, ik wil mevrouw Thieme. Nee. Voorzitter. Nee. Voorzitter, mevrouw Thieme, als ik gedurende de hele interruptie van de heer Zelstra niet 1 keer heb... Ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. De afspraak is, iedereen heeft zich daaraan gehouden. Dat vind ik ongelooflijk fijn. Het is uw keuze geweest om het tot het laatste moment uw interrupties om niet te interrumperen. Ik ga nu naar de heer Slob. Voor een interruptie. Meneer Slob. Voorzitter, zo'n 100.000 mensen hebben via de AWBZ een indicatie. Meneer Slob, gaat u gang. Nee hoor, gaat u gang. Mevrouw de voorzitter, ik kan u net zien. Zo'n 100.000 mensen hebben via de AWBZ een indicatie dagbesteding. Daar zitten ook heel veel chronisch zieken en gehandicapten tussen. Het woord aan mevrouw Thieme namens de Partij voor de Dieren. Wat zeiden ze? Zitten me erg te plagen, voorzitter. Ja, dat zag ik. Ja. Mag niet. Ik word er helemaal onzeker van. Nou, voorzitter, ik heb toch wel even 3 moties waar jullie mee aan de slag moeten, als het aan mij ligt.
Van die twee stoute mannen in een vakka. Gaat u als CDA nou eens een keer met uw billen bloot en zeg eens op één voorstel uit de Kamer wat wij hier doen. Ik begrijp dat niet iedereen gecharmeerd is van uw blote billen hier. Maar zeg nou eens concreet iets. U staat hier nu 2 uur. Zeg nou eens één concreet punt hier. Één concrete oplossing die u voor ogen staat. Als meneer Van Geel zegt... Mevrouw Thieme. Voorzitter. Als meneer Van Geel zegt dat iedereen de boek moet aantrekken. Dat alle mensen moeten meehelpen. De boekriem moet aanhalen. Ik raak helemaal in de war met dat beeld van die blote billen van meneer Van Geel. Nou kan hij wel. Laten we het over de broekriem hebben. Jij hebt er warm van. Je hebt er warm van hier. Ik stel een korte schorsing voor. Mevrouw Thieme, probeert u het nog een keer? Ben ik ook zo rood als de heer Van Geel? Nee, ik... Kun je nagaan wat ik echt moeilijke vragen vind vandaag? Ik zie een... Ik zou een punt van orde willen maken, want het is goede traditie bij de algemene beschouwingen dat de voorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste het woord voert. En volgens mij is dat de heer Roemer en niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij. Ja, het doet pijn om te horen, hè? Dus ik zou willen voorstellen, voorzitter, als ordevoorstel, dat niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij, maar de heer Roemer... begint. En over dat ordevoorstel zou ik graag hoofdelijke stemming willen. Voorzitter, meneer Wilders, u bent een slimme en een goede debater. Maar met dit geschreeuw haalt u uzelf, deze Kamer, maar vooral ook uw kiezers omlaag. U kiest ervoor om dit kabinet mogelijk te maken. U en alleen u... kunt ervoor kiezen om dit kabinet ten val te brengen. Dank u. Vandaag nog. Dat is het hele verhaal. En de rest is gewoon geschreeuw om uw eigen ongemak te camoufleren. Dank u wel. Voorzitter, nee, ik mag toch even reageren. De heer Cohen begint nou zijn geprepareerde tekstjes voor te lezen van papier. Hele zomer voor de spiegel overstaan oefenen lukt niet echt. Maar ik wil toch echt hoofdelijke stemming over mijn ordevoorstel. Politiek spel aan het spelen is. Want hij noemt... de vicevoorzitter van de Raad van State, toch nog even een partijgenoot. En daar is het de PVV om te doen. Zuigen, spelletjes spelen, politieke trucjes uithalen, onder het mom van staatsrecht. Maar ik heb toch geluid. De laatste zin van de heer Bosma laat zien dat het hem niet om staatsrecht gaat. Het gaat hem gewoon om politiek bedrijven. Dat gun ik hem, maar laten we dat dan geen staatsrecht noemen. Dank u wel. Laten we proberen in ieder geval deze termijn nu af te ronden. De heer Bosma nog even heel kort. Ja, maar de heer Verhoeven zegt weer dat ik ongelijk heb, maar hij kan dat niet onderbouwen. Er zit gewoon een partijgenoot van de heer Verhoeven als leider. Ik ben het heel erg met de premier eens. Het moet over al die andere zaken gaan. Maar het is een partner van dit kabinet en dus dat dat voortdurend doet om het af te leiden. En ik heb het liefst zo snel mogelijk afgerond. En duidelijkheid naar de Kamerleden en zeker degene die door de heer Wilders zo zwaar geschoffeerd zijn. Ik ga daar de heer Roemer antwoord geven. Maar dat doe ik op mijn moment in het debat, omdat ik mij heb kapot geërgerd gisteren. En ik denk, ook u en vele anderen, dat de hele berichtgeving gisteren gedomineerd werd door de aanvallen van de heer Wilders op anderen in de Kamer. Ik ga hem dat genoegen niet doen om nu dit debat daar ook weer mee te beginnen. Ik denk dat dit maar het beste zo snel mogelijk ook de wereld uit kan zijn. En ik heb ook het gevoel de premier moet ook begrijpen dat als hij dat niet nu doet, dat dat ook zijn gezag aantast. Zijn gezag als aanvoerder van deze coalitie. Zijn gezag als aanvoerder van een coalitie die mij mogelijk is gemaakt. Voorzitter, dat is wat ik van mening ben. En dat is wat ik ook denk dat de mensen gisteren in het land hebben gezien. Mag ik de Kamer erop wijzen? Ja, luister maar goed. Mag ik de Kamer erop wijzen? Maar vorig jaar stemde het kartel in met de Jette-optie om 9 miljoen... Ja, u wilt een debat, hè? Ja, dus vorig jaar stemde het kartel in. Dat weet iedereen hoe gestemd werd, dus u wilt een debat. Nou nee, maar even toelichten, want er is dus 9 miljoen
Ja. Vorig jaar stemde het kartel in met 9 miljoen extra voor politieke partijen. En nou komt die. Zojuist is bekend geworden dat nog geen 4% van al dat geld naar lokale partijen gaat. Dus ook al heeft minister Ollongren gezegd dat ze dat wel wilden, het gebeurt niet. Er gaat in totaal 8,6 miljoen nu. Nee, meneer Boudet, het is echt elke keer bij de regeling gaat het mis. Nee, want u zegt ook wat u ervan vindt. Zij kunnen toch niet weten waarom ze wat wilden? Nee, ze weten heel goed waar hun. Ze staan al klaar voordat u uitgepraat bent. Dus ze weten precies wat u gaat vragen, want dat staat ook op de lijst. En het is elke keer heel vervelend om daarover met elkaar ruzie te maken. Want het gaat erom dat u aangeeft, het debat waar het over gaat, de aanleiding. Ik zie hier een oppositie die eigenlijk met z'n allen zegt, wij maken ons zorgen over volgend jaar, over de begroting, over de raming. Een oppositie die ook in voorgaande debatten verregaande voorstellen heeft gedaan om dit probleem te tackelen. En ik zie eigenlijk van de zijde van de heer Asmani, nou laat ik het maar gewoon wat een arrogant gemurmel noemen. Het wegzetten van de oppositie. En ik zou toch de heer Asmani willen vragen, als hij zelf zegt, die raming van het kabinet is te weinig, er komen er meer bij. Laat hij dan ook zijn eigen woorden serieus nemen. Wat moet er dan gebeuren, begrotingstechnisch? Ja, we gaan uit volgens mij van de raming nu 58.000. De dekking is volgens mij helder, heb ik zojuist ook gezegd. Het is steeds een herhaling van zetten, voorzitter. Volgens mij krijgt men geen ander antwoord dan het antwoord wat ik aangeef. Namelijk raming 58.000, 10,5 miljoen naar de Nidos, 50 miljoen naar de IND. En de dekking is besteld vanuit de algemene reserve, Europese gelden en de doelmatigheidskorting voor de IND van 7,5 miljoen. Ja, voorzitter, precies datzelfde gemurmel weer. Ja, het bijna onverstaanbaar gebrabbel over wat er al in de begroting staat. En we hebben dat, voorzitter, ik zie de minister en de staatssecretaris ook reageren. En terecht, want misschien dat zij het wel kunnen verstaan, kunnen ze het doorgeven. Maar voorzitter, echt. Maar u zegt dat u meneer Asmani niet goed kunt verstaan. Ja. Meneer Asmani, misschien kunt u iets beter in de microfoon praten. Ja, voorzitter, ik ga dit spelletje echt niet meedoen. Okay. Ik heb hier al tot vier interrupties, voorzitter, heb ik het antwoord gegeven. En men is niet tevreden over het antwoord. En dan concludeert de voorzitter, dus kennelijk bent u niet tevreden over het antwoord, maar dat is het antwoord van de heer Asmani. Nou, ik ben hier de voorzitter en ik heb helemaal geen. Ik hoor alleen een lid zeggen, ik kan u niet goed verstaan. En ik geef u het advies om duidelijk in de microfoon te spreken. En dan geef ik het advies aan de heer Sjoerdsma om dan ook heel goed te luisteren. Maar dat is geen representatieve steekproef. En de heer Baudet vindt dat een onvoldoende representatieve steekproef. Nou, het lijkt mij heel goed om die vraag dan door te geleiden in de richting van de onderzoekers. Want anders gaan hier twee politici de onderzoeker uit zitten hangen. Dat lijkt me helemaal geen goed idee, voorzitter. Maar u zei toch net zelf, de minister zei net zelf, dat dit niet een steekproef is van immuniteit, waarmee je iets kan zeggen over de algemene besmettingsgraad in Nederland. Dat zei u net zelf. Voorzitter, dat zei ik niet zelf. Dat was precies wat in mijn motie stond. Kijken thuis. Ja. Nee, voorzitter. Maar dat wordt toch ook niet gemeten nu? Goed. Er wordt toch alleen gekeken nu in hoeverre je immuniteit opbouwt als je het gehad hebt? Ja. De minister komt daarop terug, heeft hij zojuist gezegd. Ik geleid de vraag door, voorzitter. Ja. Ja, mevrouw Keijzer, dan heeft u. U bent nu 5 jaar Kamerlid. U heeft zitten slapen. U heeft niet elke stemming gezien. Dat elke motie van elk van mijn collega's door de Partij van de Arbeid in de vorige periode standaard tegengestemd is. Dat is categoraal beleid. Er was 1 motie op het einde. Ik heb mijn best gedaan. Er was er eentje. Maar u heeft het niet gezien. U wilt het ook niet zien. Tot slot, mevrouw Keijzer. Ja, voorzitter, het is een beetje buiten de orde, maar het klopt gewoon niet wat mevrouw Agema zegt. Ja, er zitten heel wel. Veel mensen mee te kijken en ik vind het van het grootste belang om hier wel bij de feiten te blijven. Wat mevrouw Agema hier stelt is niet aan de orde. Mevrouw Keijzer, de Partij van de Arbeid kan voor zichzelf spreken. Dit is langdurig categoraal beleid van de Partij van de Arbeid de vorige periode geweest. Leden van de fractie hebben dat ook bevestigd in de media. U slaat wartaal uit. U heeft zitten slapen. 5 jaar lang heeft u niet gezien wat er zich voor uw ogen voltrok. Ik wil graag van de heer Wilders weten hoe belangrijk hij het vindt dat de PVV-kiezer ook waar voor zijn geld krijgt. Dat hij dus ook bediend wordt door de heer Wilders. Wat zou u denken dat het antwoord op die vraag zou zijn? Doe eens een gok. Voorzitter, ik stel de vraag en u geeft gewoon even een antwoord. Dat was mijn antwoord. Hoe belangrijk vindt u het? Wat denkt u zelf? Goed, u vindt het dus kennelijk heel belangrijk. Hoe belangrijk vindt u het voor de kiezers van Partij voor Zeeland dat ook zij waarvoor hun geld krijgen? Dat zij weten waarop ze gestemd hebben en dat ze ook weten dat deze meneer dus niet opeens een PVV'er blijkt te zijn?
Die vraag zult u aan de Partij voor Zeeland moeten stellen. Ik praat niet namens de Partij voor Zeeland. Voorzitter, dan stel ik de vraag in het algemeen. Hoe belangrijk vindt u dat elke partij recht doet aan wat de kiezers van die partij verlangen? Dat zal iedere partij zelf moeten beantwoorden. Dus u heeft gewoon geen algemeen standpunt dat elke partij gewoon zijn beloftes moet nakomen? Dat is aan iedere partij om dat zelf op te lossen. Als het maar gewoon uiteindelijk allemaal maar PVV's die kiezers worden. Dat zou het allermooiste zijn natuurlijk. Ja, en u geeft dus niet om de democratie dat het in die zin zo is dat alle geluiden gehoord moeten worden. En dat het zo dat er geen oneigenlijke middelen mogen worden toegepast. Dat er uiteindelijk de sprake is van kiezersbedrog, want daar werkt de heer Wilders namelijk aan mee. Ja, voorzitter, daar moet ik hier nog op reageren. Ik zal het maar niet doen. Het gaat om de massaliteit, voorzitter. En dan verwijs ik nog even naar het interview. U zei het kan niet. Voorzitter, zal ik anders even mijn verhaal afmaken? Meneer Van Aalst. U heeft er helemaal geen argument voor. Totale onzin. Een staande houding kan altijd. En niemand staat boven de wet. Ook niet die boeren op de trekker. En ook niet die gekke activisten uit uw achterban. Voorzitter, ik zal dan nog, misschien dat de heer Van Aalst niet zo goed kan luisteren. Ik citeer hier de officier die verantwoordelijk is. Ik weet niet of je als naast gestaan hebt, maar alleen al de wielen van zijn tract zijn groter dan gemiddelde volwassenen. Je moet geen met het leger inzetten om hier in te grijpen. En daar is niet voor gekozen. Er is gekozen voor de veiligheid. En dat betekent dat er inderdaad niet gehandhaafd is. Op het moment dat de officier van justitie zegt, op het moment dat de politie zegt, vind ik het heel fijn dat de heer Van Aalst van de PVV het beter weet. Maar ik denk dat hij wat dat betreft beter hier kan zitten. Hij weet niet waar hij het over heeft. Meneer Van Aalst, u voelt zich uitgedaagd, dat begrijp ik, maar eigenlijk doet u zelf ook elke keer weer een bijdrage aan om de discussie gaande te houden. Ik geloof dat uw vraag helder is, maar u krijgt misschien niet het antwoord dat u wenst. Maar voorzitter, het is incorrect. Dit wetsvoorstel gaat niet over boerenprotesten. Dit wetsvoorstel ligt er al vanaf 2014, 2015, 2016, is afgeschoten. Dit voorstel gaat over iets anders, voorzitter. Ja, maar iedereen mag zijn eigen inbreng hebben. Nou ja, en had de heer Wassenberg het hier vandaag over tuinslangen. Dat is zijn goed recht. Ja, prima. Goed, dus uw vraag is? Nou ja, dat het misschien verstandiger is dat de heer Wassenberg zich inderdaad bij die tuinslangen houdt. Want wat hij nu vertelt over dit wetsvoorstel klopt gewoon niet.